Togepie, wat ben je lief. Staryu, ik kies jou. Reggie Twister, kijk dan. Ah, man. Heel mijn surfboard naar zijn grootje. Auwe Tinky Winky, auwe Dipsy, auwe Lala. Dag, meneer en mevrouw Turner. En nu naar bed, Smurf. Oh, Harry. Ik heb geen idee. Ik zat net in de afvoerpijp over de dood te denken. Hoe ik in het vak ben gekomen. Jong van Eert, die een serie zou gaan regisseren. En toen heb ik zijn telefoonnummer gevraagd. Nou, ik gebeld en gezegd... Hallo, met Marlies. Ik wil heel graag tekenfilms inspreken. Kan u mij terugbellen? En dit is mijn nummer en ik hoop dat u mij terugbelt, want ik wil echt heel graag tekenfilms inspreken. Nou, zo, dat heb ik gedaan. En vrij kort daarna werd ik door Metasound gebeld om in te gaan spreken. En binnen de kortste keren kreeg ik een telefoontje van alle andere studio's die ik al best vaak had benaderd. Dus ik heb ook wel even moeten volhouden. Maar toen het eenmaal zover was, toen ging het ook echt in een sneltreinvaart. En zo kwam ik heel snel bij JPS terecht. Volgens mij was Pokémon ook echt een van de eerste dingen die ik bij JPS deed. En was ik ook meteen, werd er gezegd dat ik de perfecte Misty was, volgens hun. Nou, dat heb ik geweten. Oh, er is niets geweldigers ter wereld dan water-Pokémon. Toen ik nog klein was en in Cerulean City woonde, beloofde ik mezelf plechtig dat ik mijn leven zou wijden aan het bestuderen van water-Pokémon, er alles aan zou doen en zo goed mogelijk te trainen en altijd hun vriend te zijn, begrijp je? Ik wil zoveel mogelijk water-Pokémon vangen en trainen als ik kan en daarom hoop ik dat ik er vandaag eentje vang. Misty is echt een stoer meisje en ja, echt wel koppig ook, maar ook wel heel lief. Dus en ook een beetje grote mond, klein hartje, maar wel echt een power vrouw. Dat zullen we nog wel eens zien. Ga, Staryu! De Staryu van Misty tegen de Chikorita van Ash in de tweede ronde. Begin de match! Chikorita, doe je mesblok aanval! Staryu, doe je sprong! Alles wat met veel kracht gaat en beweging, dat neem je allemaal mee. Dus je zit daar ook echt, je zit echt, als je aan het inspreken bent, je kijkt snel ook wel, als het lange zinnen zijn, dan moet je ook focussen op de tekst. Maar zijn het korte zinnen, dan neem je dat vaak, wat zei ze ook weer, Staryu, ik kies jou, weet je wel. Nou ja, dat zijn dingen die weet je meteen. Staryu, ik kies jou, weet je wel. Je neemt al die bewegingen neem je mee, want dan wordt het echt, dan gaat het leven. En ja, dat is wat je wil. Poliwhirl, gaat het met je? Polly. Bedankt, Poliwhirl. Ik weet dat je evolueerde om mij te helpen winnen. Mensen die... veel naar Pokémon hebben gekeken. Die zijn ongeveer nu zo tussen de 18 en de 25. En het geestige is dat ik nu heel vaak in winkels, echt als ik zeg heel vaak, is zeker 1 of 2 keer per week, dat mensen aan mij vragen van, mag ik iets vragen? En dan is het heel vaak Misty. Of ze zeggen niet meteen van, oh jij bent Misty. Dat gebeurt een enkele keer, wat ik overigens heel knap vind. Maar het is meestal dat mensen zeggen van, ik ken jou, of je hebt iets bekends, of je hebt een bekende stem. Dat gebeurt gewoon echt vaak. En dat is dan, ja, kan ook wel van reclame zijn, maar het is heel vaak Misty. Want als ik dan ook zeg van, Pokémon Misty? Oh ja, weet je, dat is echt, en dat is natuurlijk ook, Misty zit ook heel dicht bij mijn eigen geluid. Was toen misschien ietsje hoger, maar dat is ook heel herkenbaar. Power vond ik zelf echt een hele leuke serie. En dat komt vooral omdat het hele leuke verhaaltjes waren. Je hebt ook wel eens series waarvan je denkt van ja, een beetje slappe aftreksels qua script, weinig spanning in. Maar ik vond daar echt, was gewoon goed geschreven. Echt de leuke avonturen, een goede spanningsboog. En Otto was eigenlijk ook wel een beetje een irritant mannetje soms. Dus kwamen ze bij mij terecht, irritant mannetje. Dan bel je Marlies. Niet te geloven. Balen, Ottoman. Hou je kop eens lekker, Twister.
Het is allemaal jouw schuld. Wat? Ik heb helemaal niks gedaan. Oh nee, als jij een grotere sprong had gemaakt, was mijn plank niet gebroken. Oh. Dat is niet eerlijk, Otto. Oh nee, nou ik ga echt die borden niet afwassen terwijl jullie lol maken. Daar moest ik echt, dan was het echt heel erg dat ik dit moest doen. Was het, en dat zit al heel nu, nu hoor je ook Otto natuurlijk. Want Otto Rocket was gewoon echt, maar dan ging hij ietsje hoger. En dan was het echt Twister, Reggie, kom op, woekedie, 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 woekedie. En hij was een beetje een uitslover, kijk mij dan man, kijk mij dan gaan. Dus je ziet dat karakter getekend voor je, maar je hebt ook vaak... Heb je associaties met bepaalde jongetjes? Ik had meteen van, oh ja, dat is zo'n mannetje. Zo'n wel leuk, maar ook een beetje een opscheppertje. Dus dat heb ik er zeker ingelegd. En ja, het is ook wel, ik woon hier vlakbij een skatepark. Ik moet er nog wel eens aan denken van al die gastjes die een beetje grote mond hebben. Dat was daar ook in. We moesten ook wel letten op wat hij wel en niet mocht vloeken. Want dan was hij af en toe een beetje bij de hand aan het doen. Ja, ik vond dat heel leuk. Teletubby! Denken mensen ook wel vaak als ik vertel dat ik de Teletubbies, dat ik meewerk aan de Teletubbies. Maar die zeggen toch niks? Nou, ze zeggen wel heel veel, maar het is allemaal, zeker Po is heel erg brabbelig. Po is echt bijna een baby. Op een dag in Teletubbieland keek Po omhoog naar de lucht. Hoe hoog ga je lucht? Ja, dan krijg je dus... Dat was Po. En Lala die kon iets meer zeggen. En Dipsy en Tinky Winky die konden nog meer zeggen. En die hadden hun eigen speelgoedje natuurlijk. En die leefde op een... Oh, dat is ook leuk. Die leefde op een soort groen, een prachtig landschap. Een soort paradijselijke speeltuin. Het script van de Teletubbies was van A tot B uitgeschreven. Elk AO'tje en elk utje. En ja, dat moet wel. Want je zit toch dat bekje natuurlijk. Anders dan gaat het ernaast zitten. Met de tijdcode. Dus dat waren behoorlijke scripts hoor, toch? Want er komen geen volzinnen uit. Maar er kwam toch uiteindelijk best wel veel uit. Wat ze allemaal tegenkwamen daar in Teletubbieland. Maar heel veel. Veel. Hola, Bo. Tiki Winky. Weet je, dat moesten ze toch allemaal. Moest allemaal gescript worden. Dat heb ik gedaan en steeds als ik je riep, heb je antwoord gegeven. Niks van gemerkt. Bunny! Wat nu weer? Ik moet rennen. Wil je je lunch thuis laten? Natuurlijk niet. Sailor Moon was ook heel erg lachen. Dat is ook een beetje een gekke Japanse serie. Maar ik geloof in Japan echt een enorme hit. Bij ons ook wel, want ik heb... In die tijd serieus veel mails en zo gekregen van mensen. Ik ben zelfs ooit een keer naar iemand toe geweest. In de tijd dat ik met mijn eigen voorstelling toerde. Die kwam uit Brabant. En die was echt een soort verliefd op Sailor Moon. En een jongen, daar ging het niet helemaal goed mee. En ik dacht van, nou ja, ik ben daar toch in de buurt. Ik ga daar naartoe. En toen heb ik met hem ook het Sailor Moon lied gezongen, dat zeg het toverwoord en je hebt de macht. Hou de maansteen vast en voel de kracht. Wie kan het doen? Oh, Sailor Moon. Strijd voor overwinning van de duisternis. Jij weet hoe slecht soms deze wereld is. Je moet het doen. Oh, Sailor Moon. Ik deed natuurlijk steeds meer verschillende rollen. En bij Wim Pel heb ik ook heel veel dingen gedaan bij WPP. En op een gegeven moment hadden ze misschien daar wel zoiets van... Ja, altijd maar dat lieve. Er moet ook iets evils
in zitten. Oh nee, de oppas! Hallo mevrouw en meneer Turner, ik ben het, Vicky. Vicky die kon er flink op los schreeuwen, maar het leek niet altijd zo. En dan was het, dan gingen vader en moeder van Timmy die gingen weg. En dan was het, dag mevrouw en meneer Turner, fijne avond. Dan voelde je me al een beetje aankomen, maar dan was het gewoon, kom maar hier Timmy Turner, ga zitten daar, klier. En nu naar bed. En dan kwamen ze weer terug. Hallo mevrouw Turner, hallo meneer Turner, we hebben zo'n fijne avond gehad. Zijn ouders zijn thuis? Ik moet die dwerg vinden. Vicky, wij zijn er. Timmy's liefhebbende ouders. Oh, kijk hoe hij slaapt met dat grote oranje basketbalhoofd van hem. Welterusten, Timmy. Ja, dat is heel leuk, dat verschil wat je daar in dat lieve en dan opeens dat hele boze. Dat is natuurlijk heel, heel grappig en ook heel leuk om te doen. Wie is daar? Oh, hallo Harry. Jammerende Jenny in Harry Potter vond ik echt een uitdaging om te doen. Dat is zeker niet mijn makkelijkste rol. Want dat is een soort half schizofreen spook natuurlijk. Maar ontzettend leuk om te doen. Ook juist omdat het, kijk, al die kinderstemmen gaat me heel makkelijk af. Maar dit was echt wel eventjes erin duiken. En ze maakt natuurlijk continu heel erg nuances. Ik weet niet wie het nog allemaal kan herinneren, maar dan was het echt zo van... Hallo Harry, kom eens hier. Weet je, want het was echt gewoon scary. Ik vond het zelf ook... En dan is het heel leuk om te kijken hoe je dat ook zo scary mogelijk kan krijgen. Want dat zit ergens dan ook weer een beetje bij Vicky. Maar dat moest veel groter. Bij live action moet het kleiner, anders wordt het too much. Dus je moet het wel klein houden. Maar het was wel heel uitgesproken. Dit was natuurlijk ook een spook. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En met films heb je ook meer tijd. Dus je mag het vaker overdoen. En ook als je zelf denkt, ah, dit kan ik volgens mij nog wat beter. Dan doe je het nog een keer. En ik vond het glijerige wat erin zat. Want ze ging natuurlijk ook, ze zweefde door de lucht heen. En om dat mee te nemen. Dat herinner ik me nog zo goed. Vond ik ook echt heel erg leuk om te doen. Stil maar, mijn kindje. En huil nu maar niet. Jij wordt gewiegd door de stroom. Slaap en herinner je dit laatste lied. Dan zal ik bij jou zijn in je droom. En dat liedje, dat is echt het slaapliedje van alle drie mijn kinderen. Toen ze klein waren. En ik had die film net ingesproken, toen was mijn dochter heel klein. En dat zong ik altijd, alleen zong ik niet. En huil nu maar niet. Want ze huilde niet, maar en slaap nu maar zacht. Heb ik daarvan gemaakt. En zij zingen dat ook nog zelf. En als ze het horen, ja, dan dat is voor hun echt jeugdsentiment van hun moeder. Maar dat komt uit die film. Het is een heel mooi liedje ook, vind ik. Ik ben overigens ook een keer herkend, jaren geleden in het vliegtuig, dat er een meisje op mijn rug klopte. Echt waar. En ik draai me om en dat meisje vraagt, ben jij tourguide Barbie? En ik had echt zoiets van, nou ja, hoe weet je het? Maar ja, als je die film heel vaak hebt gezien en ik zit dan voor je in het vliegtuig, dan kan het zomaar. En je ziet ook mijn achterhoofd alleen. Dat je denkt, hé, ik word tourguide Barbie. Hallo, ik ben Barbie Kids. Delen binnen het woord alsjeblieft en er mag hier niet geflitst worden. Dank u. Ik ben een getrouwde pieper, ik ben een getrouwde pieper, ik ben een getrouwde pieper. Maak dan plaats voor de vrijgezel. Tourguide Barbie was natuurlijk ook wel heel erg een typetje. En ik denk dat Barbie bestond, ik weet niet of toen al de serie Barbie bestond. Maar dit moest juist een beetje overdreven. Dus daarom hebben ze waarschijnlijk niet de echte Barbie toen gevraagd. Want het moest heel erg ook zo. Dat hele erge aangezette. Hallo. Ja, tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens maar weer. Oké, tot ziens maar weer. Dag. Tot ziens. Oké. Zijn ze nu weg? Zijn ze nu eindelijk weg? Ik kan niet meer. Hoe lang ga ik hier nog mee door? Ja, zolang ik het leuk vind. En het zou best wel eens kunnen dat ik een hele oude oma ben.
waar ik dus heel slecht in ben om die in te spreken. Maar hoe grappig is het dan dat ik die oude oma dan eindelijk ben geworden. Die nog steeds en heel goed het in de huid van een vierjarige kan kruipen. Beetje gek, maar wel heel erg leuk. Dus zolang mijn stem goed blijft klinken, blijf ik dit zeker doen. En zolang ik het leuk blijf vinden, zolang ik gevraagd word. En ja, en er natuurlijk mooie producties komen. Want ik wil graag meewerken aan echt mooie dingen waar mensen heel blij van worden. Dag, tot ziens, tot ziens, tot ziens dan maar weer. Tot ziens, tot ziens, tot ziens, tot ziens. Zijn ze weg? Nou ja, oh. Stemmen van toen. Wat een rotserie, zeg.